Op zondag 9 juli werden in het Aldendriel Park in Mil de al aanwezige sport- en speeltoestellen officieel geopend. Tevens werd er een startschot gegeven voor een crowdfunding en loterij om extra financiële middelen in te zamelen om een nieuw speeltoestel vooral voor de kleinste aan te kunnen schaffen. Bart van Hees is voorzitter van Ontdek Mil. Mede namens Stichting Activiteiten Mil heette hij alle deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbroert van harte welkom. In zijn toespraak benadrukte hij het bewegen en het ontmoeten, want dat alles komt samen in zowel de Nijmeegse Vierdaagse als in het Aldendriel Park. Het eerste shirt werd uitgereikt aan Henk Vissers uit Mil. Want hij staat voor de 49ste keer aan de start van deze 105e Nijmeegse Vierdaagse. Tijdens deze bijeenkomst in Schenkerij Kasteel Aldendriel werden ook de shirts uitgereikt aan Vierdaagse lopers uit Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbroert. Deze shirts werden ook dit jaar weer beschikbaar gesteld door Stichting Activiteiten Mil en het toeristisch en recreatief platform Ontdek Mil. Goedemiddag allemaal. Ik ben wethouder Willy Hendricks van Haren en het is mij een ontzettend waar genoegen om hier vandaag, ondanks de hitte, maar we staan lekker in de schaduw, hier te mogen zijn om dit beweegpark te openen. Wethouder Willy Hendricks van Haren van de gemeente Land van Kuik verzorgde de openingshandeling. In haar toespraak vertelde zij onder de indruk te zijn van het vele vrijwilligerswerk wat in het Aldendriel Park gebeurt en de initiatieven die zijn genomen om nog meer speel- en sporttoestellen te plaatsen. Het was al een beetje geopend. Ja? Oh, als iemand telt, 3, 2, 1. Yes! Nou, proficiat Mil met dit mooie initiatief. Na de officiële openingshandeling zorgde Jordi Paters voor een demonstratie en liet hij zien wat je zoal kunt met de huidige geplaatste toestellen. Ik heb mijn sportieve clubje heb ik uitgenodigd om hier kort wat bewegingen te maken. Demonstreren de step-ups. Dan kun je mooi met je handen vasthouden en dan kun je dus omhoog tillen. Dan kun je wat oefeningen doen. Je kunt jezelf zo omhoog gaan trekken, waardoor je dus echt je spieren flink gaat trainen. En dit nodigt dus natuurlijk uit. Om vanuit daar natuurlijk te gaan bewegen. Als je gaat kijken naar de jongsten, die gaan hier gewoon aan de gang. Wilt u meer informatie over de crowdfunding en loterij ten behoeve van de uitbreiding van sport- en speeltoestellen in het Aldendriel Park in Mil? Bezoek dan de website www.aldendrielpark.nl.